Goedemorgen meiden, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag en het is moederdag en het is nog best wel vroeg, dus ik moet ook wel een beetje stil zijn, want mama ligt nog te slapen. En ik ben alvast bezig om de tafel te dekken, we gaan zo meteen lekker ontbijten. Mijn vader en mijn broertje zijn nog heel even naar de winkel om wat verse broodjes te halen en wat lekkere aardbeien voor in de yoghurt. En dan gaan we zo meteen lekker ontbijten. Ik heb ook nog wat leuke cadeautjes voor mama, dus die zal ik jullie dadelijk nog wel eventjes laten zien. Wat gaan we vandaag nog meer doen? We gaan zo meteen heel even naar de markt. Daarom zijn we ook best wel vroeg al opgestaan. Daarna ga ik even mijn koffertje al inpakken. Want morgen vertrek ik alweer naar Nederland. Dus dit is echt het laatste dagje dat we nog iets kunnen doen. En verder gaan we vanavond weer lekker uit eten. Dus ik ga weer voor jullie vloggen. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dit zijn de cadeautjes die ik aan mama heb gegeven. Dit is een... hoesje waar je al je pasjes in kan doen. En dan nog een heel mooi armbandje van Mimoneda. Dat is deze uit de moederdagcollectie. In het roze en met rozegoud en wat steentjes erin. En ik heb als ontbijtje lekker yoghurt met aardbeien. Ik ben nu op de markt in Benjofar en we zijn al eventjes rond aan het kijken. Ze hebben hier weer gewoon veel groente en fruit en kleding. En ik was nu op zoek naar een voetbalshirt voor mijn vriend. En ik heb er eentje gevonden, super blij mee. Want ze hadden bij best wel veel kraampjes of shirts voor kinderen of shirts van de oude collectie. Dus die wilde ik ook niet meenemen. En nu heb ik wel een shirtje van de nieuwe collectie, dus ben ik heel erg blij mee. En dan ga ik die aan hem geven als ik weer thuis ben in Nederland. We zijn nu de hele markt overgelopen en het shirtje wat ik trouwens had gekocht was van Atletico Madrid met Griezmann erop, want die wilde Dennis graag. En we staan nu heel even bij een kraampje te wachten, want dan gaan we even churros eten en dan gaan we weer terug naar de villa. Lekkere churros met poedersuiker en kaneel. We zijn weer terug bij de villa en ik wilde jullie nog snel even laten zien wat ik aan heb vandaag. Ik heb mijn hoed op van Ali Hop die ik hier heb gekocht. Ik draag een wit giletje van Given. Een lichtroze top daaronder van iDance. Ik heb weer mijn Michael Kors tasje bij. En een wit broekje, ook van Given. En mijn schoenen van S1842. Ik hoop dat jullie het zo een beetje konden zien. Ik schrok. Ik ga zo meteen alvast mijn koffer inpakken. En ik ga even lekker wat drinken, want ik heb best wel dorst. Ready for dinner! Ik heb me weer helemaal klaargemaakt en we zijn klaar om te gaan uit eten. Vanmiddag heb ik nog heel even PSV gekeken en PSV is kampioen geworden. Echt heel erg leuk. Mijn vriend is ook heel erg fan van PSV, dus ik ben echt super blij voor hem. Ik heb ook nog een beetje aan mijn blog gewerkt vanmiddag en voor de rest gewoon een beetje gechilled. En zometeen gaan we lekker uit eten bij La Buelta. Daar hebben we al gereserveerd. Het is een heel erg lekker restaurant. Ik ben er al ooit eerder geweest. Dus ik heb er heel veel zin in. En wat heb ik aan? Ik heb een jurkje aan van jurkjes.com. Een wit jurkje met hier een gouden rits. En ik heb een peachkleurig vest aan van Sisters Point. En daaronder draag ik mijn hakken van Supertrash. Dus dat is mijn outfit voor vanavond. Onderweg naar Au. Dat is een leuke blooper. Ik wil hem net even zeggen, onderweg naar La Buelta en dan stoot ik mijn hoofd omdat papa zo raar rijdt. Aangekomen bij Finca La Buelta. En bij dit restaurant gaan we vanavond lekker eten. Kijk hoe leuk het hier eruit ziet, echt super mooi. Echt heel leuk ingericht en hier ook met zo'n klein barretje. We zitten nu in het restaurant en mama en ik hebben als aperitief cava met sangria besteld. Ziet er echt heerlijk uit. Proost! Ik zit nu op de kaart te kijken en hier staat zo'n gastronomisch tapasmenu. En dan heb je een 8-gangenmenu met allerlei proeverijtjes. Dus die gaan we denk ik nemen. Ziet er echt heel erg lekker uit, vind ik. Dit drankje is echt zo lekker. Het proeft een beetje een appel en heel fruitig. Dus echt super lekker. Mama maakt even een stokbroodje voor mij als voorafje. Oh, wat is dit? Aioli of zo? Ja, met aioli, ja. Kijk hoe lekker. Papa's voorgerecht is er al en die heeft carpaccio. Echt super lekker. Dat is echt mijn lievelingsvoorgerecht, carpaccio. Ons eerste gerechtje van het 8-gangenmenu is een amuse met zalm en een garnaaltje. Ziet er heel goed uit. Het eerste gerecht gehad en het was heel erg lekker. En we zijn nu even aan het wachten. Leuk dat je bij mijn huisje doet, mama. Zo kinderachtig. We hebben net ons eerste gerecht gehad en het was heel erg lekker.
Wachten we op het volgende. Ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Leuk hoe jullie mijn video verpesten. Het volgende gerechtje dat we hebben is hier een lekkere carpaccio. En dit lijkt wel Vitello Tornado. Dat zijn mijn twee lievelingsvoorgerechten bij elkaar. Dus dat wordt smullen. Dit ziet er echt heel erg lekker uit. Het zijn een soort van vischipjes met een garnalencocktail, lijkt het wel. Het volgende gerechtje van ons 8-gangenmenu is een soepje. En het is een uiensoepje. En ik hou eigenlijk niet zo heel veel van uien. Maar ik ga hem toch heel even proeven. Er komt heel wat lekkers aan. En het is deze keer een soort bieffilet. Een biefspies. Gerechtje nummer 6 is een varkensmedaillon op een bedje van groenten. Het volgende gerechtje dat we hebben besteld is een soort lamskoteletje. En ik zit eigenlijk al best wel vol, maar ik ga het toch nog even een klein beetje proberen. Tot slot hebben we ook nog een nagerecht. En dit is een ijsje met kersen erop, zo te zien. Het is vandaag alweer maandag en ik was gisteren helemaal vergeten om mijn vlog af te sluiten. Want ik was best wel moe gisteravond en ben dan meteen naar bed gegaan. Ik had gisteren echt heel lekker gegeten. Ik denk dat ik dat toch wel echt het lekkerste restaurant vond van alle restaurants waar we heen zijn geweest. En ik vond vooral de carpaccio en de Vitello Tornado wel lekker. Dat zijn ook wel mijn lievelingsgerechtjes. En het toetje was ook zo lekker. Dat was een soort strawberry cheesecake met allerlei vruchtjes erdoorheen. Echt super lekker. Vandaag ga ik alweer naar huis. Ik heb al mijn spulletjes al gepakt. Het koffertje staat klaar. En we vliegen vanavond. En dan ben ik vanavond weer lekker thuis. Morgen vroeg alweer naar stage. Dus dat zal een korte nacht worden. Maar ik heb een hele leuke vakantie gehad. Echt leuke dingetjes gedaan. Lekker in de zon gelegen. Gewoon echt een hele fijne meivakantie. En als ik straks thuis ben, ben ik ook wel heel erg blij om mijn vriend weer te zien. Want die heb ik wel lang moeten missen. Ik heb nog nooit zo lang niet gezien, dus dat was wel eventjes moeilijk soms. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie mijn vakantievlogs leuk vonden. Heb je nog tips of ideeën voor nieuwe video's? Laat het me dan zeker weten in de comments. En tot de volgende keer.